Hey John, goedemiddag. Geoffrey, hoi. Na de lange begrotingsraad van gisteravond... Ja. Gaan we eens ter plekke eens even kijken op uitnodiging van de organisatie, gemeente Vlissingen. Hoe het gaat met de vordering op het Scheldekwartier. Klopt. En we beginnen in... De voormalige machinefabriek, hè? Daar staan we nu. Prachtig. Kolossaal gebouw. Hier moet nog wel wat gebeuren. Maar goed, er zijn wat ideeën, er zijn wat plannen. Wat hiermee moet gaan gebeuren. Parkeren moet natuurlijk wel hier gaan komen. Klopt. Maar het wordt niet één grote parkeergarage, hè? Dat lijkt me onzin. Nee. Zoals in vaktermen zeggen, er moet een financiële drager komen om dat mogelijk te maken. Een stukje parkeren, zonnepanelen. Ja. Nou, dat sowieso. Hè. Dit gebouw moeten we natuurlijk vooral in het zicht van de klimaatovereenkomsten... moet dat natuurlijk wel klimaatneutraal gemaakt worden. Ja, zonnepanelen op het dak. Ja. Moet je niet achterlopen, John? Liggen we in een... Wow. In een gat. Hey John, en... ik heb eigenlijk ook gehoord dat we moeten hier wel snel over gaan beslissen. Of er moet hier wel snel een oplossing of een plan voor komen. Want volgens mij dit jaar, want anders moet het volgens mij gesloopt gaan worden. Ja, nou ja, buiten dat natuurlijk. We hebben ook heel erg hard nodig, parkeerplaatsen hard nodig. Hè. Er wordt natuurlijk enorm gebouwd op het ogenblik. Er komt een brug te liggen, een parkeerplaats van de dame. Die komt eigenlijk te vervallen op termijn. Dus. Ik heb ondertussen gebeld. Maar... We moeten ervan uitgaan dat dit gebouw natuurlijk niet gesloopt gaat worden. Buiten het feit omdat het volgens mij onbetaalbaar is om dit te slopen. Want er liggen vloeren in van 6 meter dik. Maar goed. Ja, maar goed, dat hebben we vroeger natuurlijk ook besloten. Hè. Ik dacht, zo rond 2010 hebben we gezegd van, we gaan niks slopen. Nee. Pas als er andere ontwikkelingen op die plek nodig zijn, dan kunnen we er altijd nog over denken. Ja. En je ziet het bijvoorbeeld natuurlijk wel aan die andere gebouwen wat voor moois ze ervan gemaakt hebben. Ja, dat laadwerkerij. Dat kan hier ook natuurlijk. Timmerfabriek, goede mooie plannen. Ja, ja, dit moet gewoon behouden blijven voor Vlissingen. Ja, absoluut. Nou ja, Daar moeten we voor doen. We gaan ons best doen, Vlissingen. Logisch. We gaan nu ons maar even aanmelden voor de rondleiding. Ja, ben benieuwd. Misschien kunnen we daar nog wat foto's of wat andere dingen delen hier op Facebook. En ook weer vandaag geldt natuurlijk, hebben jullie vragen over de... machinefabriek, over het Scheldeterrein, de ontwikkelingen. Stel je vragen hieronder, zoals gisteravond ook even gezegd. Ja, dat was leuk, hè? Ja, toch best wel wat leuke reacties. Niet iedereen kon ons volgen. Nee. Maar goed. Nogmaals, heb je vragen, blijf ze stellen. En wij proberen het aan jullie uit te leggen. Tot straks. Tot straks.